Hoe ervaar jij dat hele spel rondom Halil Dervizodo? Ja, dat is deel van het voetballen. We hebben allemaal ambities. Ik hou van jongens met ambities. Ik hou van mensen met ambities. Ook op het niveau waar, waar ik nou mag werken. Ik, ik heb daar totaal geen problemen mee. Het is deel van de sport geworden. Het is deel van het voetballen al, al heel lang. Het is vooral voor mij, hopelijk voor ons allemaal. Is het, en daar ga ik wel vanuit, is dat ze er volwassen mee omgaan. Of het nou de club is of het nou. Hallel is of nou zijn zaakwaarnemer is, zijn ouders zijn. Je moet wel realistisch zijn en dat is soms uh, iets waar uh, in alle opzichten ik soms me wel aan stoor. Hoe in ieder geval, nou, in het algemeen, weet je, dat mensen niet even realistisch zijn. Dit hoort nou eenmaal bij het voetballen en, uh, en we zullen zien wat het ons brengt, wat het hem brengt, wat het de club brengt. Uh, het is duidelijk dat we. Dat we met z'n allen alles goed en, en, en heel uh, transparant bespreken. En, uh, maar het hoort erbij. Maar bedoel je dan daarmee te zeggen dat hij mogelijk uh, het niveau van de nummer 4 van Turkije daar nog niet klaar, uh, niet klaar voor is? Oh, dat weet ik niet, want daar heb ik geen inzicht in. Okay. Ik, heb, ik, heb geen, uh, ik heb niet voldoende inzicht in uh, het niveau van de Turkse competitie. Ik weet dat het altijd, we hebben er vaak tegen geoefend met verschillende ploegen. Het is een behoorlijk niveau, het is behoorlijk fysiek. Uh, dus wat dat betreft uh, is het gewoon een hele goede competitie. Maar ik kan niet inschatten of Halil uh, daar uh, niet geschikt voor zou zijn. Dat weet ik niet. Praat je extra met hem? Ook hierover? Nou kijk, ik denk wel dat vaak speler-trainer in dit verhaal, dat is niet de meest ideale partner om mee te praten. Hè? Ik kan praten over Sparta, want daar, daar werk ik voor. En, uh, en daar ben ik betrokken bij. En dus ik zal altijd in het belang praten van Sparta. En ook uh, natuurlijk een hoop uh, eigen belang. Zo is het ook hè. Uh, dus ja, ik denk niet dat ik de beste partner ben. Ik kan hem wel zeggen wat ik denk, hè? maar uh, ik denk dat hij van mij iets minder snel zal aannemen dan van zijn ouders, de zaakwaarnemer of van de, 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 club, de, de club die interesse heeft.